Hallo, zijn we weer. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van In de Tuin bij Henk. Gaan we vissen vandaag, Henk? Nee, we gaan het hebben over vijver. Toen we hier kwamen wonen, lag er daar in de hoek iets wat op een vijver leek. Eigenlijk meer een modderpoel. Landbouwplastic, blubber. Nou, dat hebben we heel snel hebben we dat vervangen en een voorgevormde vijver van gemaakt. Prachtig. Vissen erin, verschillende etages, in het midden een meter diep. En vervolgens komt het voorjaar. Eerst een reiger hier op het dak, wegvis. Dan komt het najaar, later in de vijver. Net eroverheen tegenhouden. Dan komt de winter, gaat het vriezen. Veel te vries kapot. Dan komt het voorjaar. Kikkers leggen enorme bergen met dril. Eruit scheppen, in de sloot gooien. Nieuwe vis in de vijver. En jawel, weer een reiger. Daar was ik op een gegeven moment, was ik daar wel een beetje klaar mee. Dus we hebben die vijver opgeruimd, voorgevormde vijver. En als je overigens een vijver wilt maken, zelf opgraven in welke vorm dan ook, en folie wilt gebruiken, gebruik dan geen landbouwplastic, maar gebruik ook echt vijverfolie. Dat is essentieel. Toen met het nieuwe inrichten van de tuin, ja, wilde ik toch iets hebben van een waterpartijtje. Dus we hebben een terrasvijver, zo noem ik dat dan maar, vijvertje, hebben we gemaakt, of gekocht. En daar kunnen we nu even naartoe, want het is toch een biotoop op zich, vol met leven. En er zit geen vis in, dus deze kunnen we wel hier laten. Loop er even mee, gaan we even kijken. Vijver is dus eigenlijk een aparte biotoop die zichzelf eigenlijk, als alles in evenwicht is, in stand zou moeten houden zonder gebruik te maken van hulpmiddelen. En dit dan, Henk? Ja, dat is een sproeitje. Dat is om het water een klein beetje in beweging te krijgen. Werkt op zonnepaneeltjes, zonnecelletjes. En is leuk om naar te kijken. Belangrijk bij de vijver is de plek waar die ligt. Het is belangrijk dat die een groot deel van de dag in de zon ligt. En bij voorkeur niet in de buurt van bomen. Ik snap het al, om te voorkomen dat het continu volwaait met bloesem of bladeren. Verder belangrijk is de randafwerking. Nou, daar zijn legio mogelijkheden. U ziet dat ik hier heb gekozen voor een deel voor zandachtig spul wat ik erop geplakt heb. Maar ik vind het ook grappig om natuurlijke afwerking te hebben in de vorm van planten zoals u hier ziet. Als dat te veel wordt, knip ik het weg en dan zorg ik dat het ook weer een beetje uit het water komt. Verder is uitermate belangrijk de beplanting. Ik heb er hier eigenlijk drie in staan. Allereerst de waterlelie. U ziet dat die al begint te bloeien. Hier zitten ook al de knopjes erin. En die bloeit eigenlijk het hele seizoen door. De waterlelie zorgt met de bladeren ook voor bescherming van de beestjes. Voor vissen als u die heeft. Of voor andere beesten. Zorgt ook als het erg veel zonlicht is dat er een klein beetje zon wordt afgeschermd. En er landen ook regelmatig beesten op. Waterjuffers, libelles, noem maar op. Of, ik heb een tijdje terug een paar kikkers gehad. Die rusten dan hier ook op en wachten af tot zich een insectje in de buurt voordoet. Daarnaast de zuurstofplanten. Nou, daar heb ik er twee van. Dat is om te beginnen is dat de waterpest.
Nou, die doet zijn naam eer aan, want die groeit ook als de pest. Een enorme zuurstofproducent die, als het echt mooie zomer is, ook kleine witte bloempjes produceert. Als het echt te gek wordt, kunt u hier dus makkelijk de schaar inzetten en terugknippen. Mijn favoriet echter is deze. Dat is het glanzend fonteinkruid. Nou, die doet zijn naam echt eer aan. Dat is echt een prachtige plant. Ook zo'n groeier als de waterpest. Dus ook deze kunt u terugknippen als het te gek wordt. Deze geeft enorm veel zuurstof af. Als het echt te veel wordt, ziet u gewoon de belletjes ziet u eruit komen. En deze heeft bovendien ook nog een keer een waterzuiverende werking. U ziet het al hoe glanzend deze zijn. In de winter zakt deze naar de bodem en u ziet hier aan deze hoe die dan in het voorjaar weer gaat uitlopen. Ziet u? Dit is zo'n stukje wat vorig jaar naar de bodem is gezakt en hier ziet u de uitlopers. Gaat helemaal vanzelf. Waterpest overigens is ook prima winterhard. Nou, zoals gezegd, ik heb hier ook diverse beestjes in. Ik begon ooit met een paar salamanders. Dat zijn er inmiddels al, nou, ik denk een stuk of 15, zelfs ook al kleintjes. Dan zal ik hierna straks nog wat stukjes van laten zien, wat meer in beeld. Maar ook allerlei insectjes en ook rond de vijver komen regelmatig allerlei insecten, zoals libellen en waterjuffers. Die zetten dan de eitjes in het water af. Maar ook vogeltjes die uit de vijver gaan drinken. Zo ziet u dat het, en u ziet hoe schoon het water ook eigenlijk is. In het voorjaar is er nog wel eens een keer sprake van een algenexplosie. Ik zou zeggen, laat u dat gewoon, want dat is helemaal niet erg. Dat gaat vanzelf weg. Dat heeft ermee te maken dat het water dan eigenlijk al zodanig opwarmt dat de algen de kans krijgen om te groeien en de planten nog niet zo ver zijn om dat tegen te gaan. Overigens, als er draadalg in uw vijver zit, is dat juist goed, want dat is een teken dat er veel zuurstof in uw vijver zit. En vindt u dat te veel, u kunt dan makkelijk met een houtse theestokje, kunt u makkelijk al draaiende, kunt u de alg, kunt u, kijk, met een draaiende beweging, kunt u de alg dan verwijderen. Zo makkelijk is het. En als u dat dan doet, zorg er dan voor dat u de alg niet in de vuilnisbak gooit, maar ergens aan de kant van de vijver neergegooid wordt, want wellicht zit er nog een beestje tussen. Nou, die beestjes, die gaan we nu even van dichterbij bekijken. Hier ziet u nog duidelijker een jong exemplaar van de watersalamander met de uitwendige kieuwen. Reden waarom die in het water moet blijven, in tegenstelling tot volwassen dieren die af en toe wat lucht moeten happen of in de winter het water verlaten. Een volwassen exemplaar. Een mannetje komt zo in beeld rechts. Daar is die. Mannetje is duidelijk herkenbaar aan de tekeningen op het lichaam. Ze zijn op dit moment erg actief, want de paartijd komt eraan. En u ziet dat het een mannetje is aan de kam op zijn staart. Schitterende tekening op de kop. Prachtig. Hier ziet u nogmaals het duidelijke verschil tussen een mannetje en een vrouwtje van de salamander. Mannetje veel meer getekend. Daar verdwijnt hij.
En ziet u eens het verschil met het vrouwtje. Veel minder tekening. Een witte buik. En aan de dikte van de buik te zien, draagt ze de eieren al bij zich. En hoort u de merels eens op de achtergrond. Prachtig. Hier rechts in beeld ziet u de jongen van het bootsmannetje, ook wel rugzwemmers genoemd. Die zijn net uit de eieren gekomen en drijven, als ze niks doen, naar het oppervlak, omdat ze lucht tussen hun lichaam vasthouden. Rugzwemmers. U kunt voor volwassen exemplaren maar beter uitkijken. Die zijn ongeveer zo groot als een vingernagel, maar kunnen venijnig bijten. In het midden van het beeld, onderin verscholen, ziet u een jonge salamander. Nog met uitwendige kieuwen, die naarmate die groter wordt, langzaam zeker verdwijnen. Nou, dat was het weer. Oh nee, ik ben nog één tip vergeten. Mocht het nou komende winter gaan vriezen, is het altijd handig om zo'n ijsvrijhouder op het water te leggen. Dan houdt u met dit pijpje, zorgt u er dan voor dat de lucht of de gassen die zich onder het ijs vormen, dat die kunnen ontsnappen. Vergeet u dit nu, ga dan niet zitten hakken in het ijs. Want daar kunnen uw vissen echt niet tegen. Sterker, die gaan er zelfs dood aan. Nou, dat was het dan echt. De 50ste aflevering alweer. Ik hoop dat u wat aan de tips hebt gehad. En dat u de volgende keer weer kijkt. En ik hoop dat u ook zo de komende periode, de zomer, kan genieten van alles wat in en om en rond de vijver zich voordoet. Tot de volgende keer.